ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een mooi laag knotje kan maken, zoals ik hier heb. Ik vroeg in de vlog of jullie een tutorial ervan zouden willen zien en heel veel zeiden van wel, dus ik laat het graag zien. Het is mijn favoriete go-to snelle haarstijl en zeker op dag 2 of 3, als je haar hebt gewassen en vooral als je bijvoorbeeld krullen in hebt gehad, dan is dit zo'n lekkere haarstijl om even snel te maken. En hey, haar zit toch wel mooi en beter dan gewoon even snel dat je het in een staartje gooit. Dus laten we beginnen. Wat ik ga gebruiken is een borstel, mijn Mason, droog shampoo, haarspray, een elastiekje en een paar schuifspeltjes zoals deze. Het eerste wat ik ga doen is mijn haar even borstelen. Ik heb vanochtend gedoucht en ik heb het niet gisteren, maar niet daarvoor gewassen. En ik heb het ook nog gekruld. Kijk, je ziet nog een beetje krul erin. Ik ga het gewoon borstelen. Dit is echt het beste om te doen op dag 2 of 3 haar. En zeker als je haar prept, oh, dan gaat dit echt perfect werken. Het is nu geborsteld en er zit nog een beetje slag in. Maar als ik het niet zou hebben gekruld, dan was dit ook gewoon recht. En nu ga ik droog shampoo aanbrengen. En je wil je haar stugger maken. Als je het geprept hebt, is het waarschijnlijk al stug. Maar omdat het dus niet vanochtend gewassen is, kan droog shampoo nooit kwaad. Want dat maakt het weer wat frisser. En ik breng het gewoon aan door mijn hele haar. Zo, kijk. Die witte waas, dat moet je zo met je vingers een beetje erin werken. En dan zo. En ga je lekker doorheen met je handen, waardoor het stugger en fluffier wordt. Want dat wil je juist. Je wil fluffy haar. Dan ga ik het nu touperen. En ik heb bij Bee echt de beste truc om te touperen geleerd. Dus die ga ik jullie nu laten zien. Je neemt een pluk. Sowieso heb je een borstel nodig die zo is. Dus met lange haren en daartussen dunne varkensharen. Het kan een Mason zijn, maar je hebt ook heel veel lookalikes. Zolang het maar, zeg maar met zachte haren ook is. Nou, je neemt een pluk. Wacht, ik ga iets meer onderuit gezakt zitten. Dan doe je zo omhoog. Met één hand hou je hem vast. Zal ik hem naar voren doen? Zo, ja, zo. En dan doe je dit. Je begint beneden. Doe je zo. En ondertussen, met deze hand, ga je draaien. Terwijl je het plukje zo vasthoudt. En dan laat je langzaamaan een paar haartjes los vanzelf, omdat je draait. Tada! Super toepage. En zo ga je verder met de volgende baan daarachter. Dus die pak ik vast. Ik borstel hem eerst één keer zo door. Dat er geen klitten in zitten. En dan. Doordat je zo met je vingers draait en steeds wat loslaat, krijg je echt de perfecte hoeveelheid haar die eruit komt. Het ziet er heel gek uit. Maar dit is echt super. Voordat ik dit trucje kende, deed ik maar wat qua touperen. Maar dit is best wel echt de beste manier ooit. Nou, dit is best wel een dikke pluk. Je kan hetzelfde doen. Een beetje naar achter, zo. Het voelt ook heel fluffy en zacht aan nu. Nou, hier lukt het al niet meer om dat trucje te doen. Omdat, ja, dat moet iemand anders gewoon doen. Maar hier is het gewoon een kwestie van zo touperen. Beginnen bij het hoofd, steeds meer naar boven toe. En dan de zijkant. Dit zo. Als het nog wat vettig oogt, zoals ik hier zie, een beetje droog shampoo toevoegen. Sexy, hè? Zo. Oké, ik heb nu dus zeg maar baan tot hier ongeveer gedaan en dan de zijkanten. Pluk. En nu gooi ik alles naar achter. Het ziet er nu zo uit. En dan neem ik mijn elastiekje. Zachtjes. Niet nu in één keer hop aan gaan drukken. Gewoon heel zachtjes met je handen eroverheen. Zo. En nu neem je je borstel en ga je een heel klein beetje de buitenkant mooi borstelen. Echt heel. Ik ga alleen met de puntjes eroverheen eigenlijk. Dit gaat een klein beetje zo. Dus niet naar achter. Kan wel. Kan wel. Geeft een ander effect. Je kan hem zo naar achter doen. Maar ik vind persoonlijk dit mooier. Zo een klein beetje naar voren. Dit wel naar achter. Dan dit zo vastpakken. Zachtjes. En een elastiekje eromheen doen. En dan is het nu tijd om het een beetje te corrigeren. Dus kijk hoe het haar zit. Een beetje aandrukken.
Dan, de onderkant. Die is een beetje fluffy. Je kan het zo laten. Maar ik maakte natuurlijk een knot. Wat ik deed is het volgende gewoon zo draaien. Zorg ervoor dat hij een beetje dik is. Als hij niet dik genoeg is, neem weer je borstel. En doe je een beetje zo. En dan zo met je vingers. Zodat het gewoon ietsje voller is. Dit draaien. Zachtjes. Dus niet, doe het niet zo. Ik krijg geen strak knotje, maar een beetje flowy zacht. En dit draaien zo om zichzelf heen. Een beetje zo met je handen er doorheen gaan. Zo. Ik hou het puntje vast. En die zet ik vast met zo'n pinnetje. Een echt een schuif speltje. Maar voor de rest ga ik een ander soort speltje gebruiken. Namelijk deze. Ik snapte nooit hoe je deze moet gebruiken. Maar als je het eenmaal kan. Voor dit is het echt ideaal. Je neemt het haar. Hier, kijk maar gewoon mee wat ik doe. Het zit nu zo. Maar ik wil het knotje tegen mijn hoofd aan meer. Dus ik draai hem even goed. Je wil dat hij boven wat voller is. Dan neem je deze. Ga je zo erin. Zo. En dan zo. Gewoon er doorheen. En zo kan je er zoveel in doen als je zelf nodig hebt. Ik heb er nog eentje extra in gedaan. Voor mij is dat voldoende. Ik heb niet zo heel veel haar. Maar als je dik groot haar hebt, dan heb je er toch al 10 of zo nodig. En tenslotte, haarspray, zodat het goed blijft zitten. In principe zit al droog shampoo en het is al ruw, dus het blijft wel zitten, maar een beetje van de afstand. En dit is het. Dit is hoe ik deze knot maak. Het gaat echt vliegensvlug. Ik heb het nu langzaam gedaan, maar in principe, als je wakker wordt en je weet niet wat je met je haar moet doen, het is rommelig en geprept de dag ervoor en alles, gewoon eventueel droog shampoo erin, wordt het nog wat stugger van, dan hop. Toupeer 1, toupeer 2, toupeer 3, zijkant naar achter, elastiekje, speld, klaar. Het is echt zo makkelijk en ik draag het overdag, ik draag het wel eens naar een feestje, het kan altijd. Dit is hoe hij eruit ziet, van de zijkant en de achterkant. Ik hoop dat jullie mijn tutorial leuk vonden. Als je het namaakt, of wat voor tutorial dan ook, vergeet niet om mijn foto te sturen. Tag me bijvoorbeeld op Instagram, @beautygloss, dat vind ik altijd leuk om te zien. Of tweet me, @masha. En dan zal ik jullie foto's bekijken. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg!